Deze vlog wordt mede mogelijk gemaakt door MOBA. Yes, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Techniek Achter. Vandaag bij De Techniek Achter gaan we naar de afdeling Scouting. Bij Scouting denk jij misschien dat er gebeurt ouderwet. Trainer, iemand van Vitesse, die gaat naar een wedstrijd toe van de speler die ze willen scouten. Ze kijken of hij goed is, neem hem aan, maar dat is het zeker niet. Zoveel dingen en heel veel techniek die erachter zit. En daar gaan we straks gelijk naar kijken, want we zijn hier bij Vitesse. En we gaan hier nu naar boven, naar de afdeling Scouting en kijken hoe ze daar te werk gaan. Nou, zoals jullie kunnen zien is dit het scoutingshok van Vitesse. Niet het allergrootste en mooiste hok. Ik kreeg ook van de jongens door. Het is echt een werkhok. Jullie kunnen het zien. Hier wat informatie nog die hier hangt. Maar hier gaan we straks jullie meenemen, jongens. We zijn dus nu nog steeds in de ruimte van de scouting. En het is belangrijk om even jullie mee te nemen met bepaalde dingen. Scouting werkt als volgt. We gaan even als voorbeeld nemen. Vitesse heeft een nieuwe spits nodig. Een spits voor het nieuwe seizoen. Dan gaan we kijken naar stap nummer 1. Wat is het belangrijkste als wij op zoek gaan als scouting van Vitesse naar een nieuwe spits? Dat is natuurlijk het budget. Budget is eigenlijk misschien wel het belangrijkste punt om naar te kijken. Want ja, waar hebben wij als Vitesse budget voor een spits? Is dat een transfervrije spits voor aankomend seizoen? Is dat een budget van een miljoen? Is dat een budget van een ton? Hoe meer budget we natuurlijk hebben, hoe beter waarschijnlijk de speler gaat worden. We moeten dus altijd eerst kijken naar het budget wat wij hebben als Vitesse voor een spits. Dus dat is punt nummer 1. Oké, het is duidelijk. Punt 1 is het budget. Moet nog even iets gesteld worden. Op het moment dat een club een doelstelling heeft, zoals Vitesse, is dat eigenlijk altijd wel natuurlijk top 5, top 6 van Nederland behalen. Spreek je een doelstelling uit, moeten de spelers er ook bij passen. Veranderen de doelstellingen, dan kan ook het kopje budget natuurlijk veranderen. Dus veranderen doelstellingen, gaat Vitesse anders spelen, dan moet de spits ook daarop aangepast worden. Gaat Vitesse heel aanvallend spelen. Een periode, dan misschien past een bepaalde spits er wel of niet bij. Jullie snappen het wel. Doelstelling bepaalt natuurlijk ook hoe de speler in de spits gaat presteren. Dan gaan we naar punt 2 en dat is aanleveren van spelers. Kan op 5 manieren. Live een wedstrijd bekijken, via video wedstrijden bekijken. Data, dat is heel erg belangrijk. Daar gaan we straks nog dingen laten zien. De agenten, dat zijn natuurlijk de mensen die de spelers onder zich hebben. En archief, en daar bedoelen we eigenlijk mee. Spelers die we bijvoorbeeld vorig jaar of dat jaar daarvoor wilden, hebben we misschien gescout. Maar ja, is toch naar een andere club gaan. Maar we houden ze nog wel een paar jaar in de gaten om te kijken of ze uiteindelijk toch nog naar Vitesse kunnen komen. In het kopje live, en dat is best wel interessant. Live is het fysiek bezoeken van een wedstrijd. Het kan zijn dat je op vrijdagavond naar MVV Fortuna Sittard gaat. Dat kan zijn dat je naar de Graafschap Cambuur gaat. Dat zijn wel wedstrijden hier in de regio die op goede reisafstand zijn. Vitesse gaat niet naar een wedstrijd zoals Barcelona, Real Sociedad. Daar gaan ze niet zo snel heen. Tenzij ze echt misschien de spits van dit geval waarschijnlijk Real Sociedad op het oog hebben. Dat zit dan de eindfase. Beginfase, live wedstrijden bekijken, is gewoon puur om de ogen open te houden en kijken wat voor spelers er op de Nederlandse velden of Duitse of Belgische spelers aanwezig zijn. Punt 2 is video. En daar gaan we nu beelden van laten zien. Dat is wel leuk. Video is natuurlijk digitaal, dus daar moeten we ook even wat beelden van laten zien. En dit is hele vette technologie. Dat hebben jullie vaker gezien. Dit werkt ook ongeveer hetzelfde zoals bij Soccer Lab. Je vult gewoon de gegevens in van de speler. Je kan precies al zijn statistieken zien, zijn wedstrijd die heeft gespeeld. We klikken dus inderdaad op het voorbeeld dat we al gaven. Barcelona tegen Real Sociedad. Je klikt op de wedstrijd en uiteindelijk kan je gewoon alle momenten zien die jij dus graag wil. Kijk, het wordt ook nog heel mooi omcirkeld. Daar loopt Martin Ødegaard links in het midden. En hij dekt volgens mij op dat moment net Frenkie de Jong. Het leuke is dat ik zie straks ook in de andere beelden. Kan je dus ook nog andere dingen aangeven waar je op wilt zoeken. Je kan zeggen, ik wil korte passes, lange passes, schoten goal, vrije trappen. Noem het maar op. En dat kan je hier zien bij WeScout. Je klikt daar bijvoorbeeld aan op iets wat jij gewoon heel erg belangrijk vindt. Skills, vrije trappen, noem het maar op. En uiteindelijk krijg je dus de highlights. Eigenlijk dezelfde beelden die je dus net zag. Weer terug te zien van Martin Ødegaard. Tijdens een bepaalde wedstrijd waarin hij zijn dingen liet zien. Jullie hebben dus net beelden gezien van Martin Ødegaard. En dat is wel leuk. Natuurlijk vorig jaar topspeler bij Vitesse. En dit jaar ook heel goed gepresteerd bij Real Sociedad. Wat echt heel leuk natuurlijk voor hem is. Interessant tussen live en video. Is ook nog leuk om te melden. Op het moment dat jij via video een speler bekijkt, zoals we net deden bij Martin Ødegaard,
filmt eigenlijk natuurlijk het programma alleen op Martin Ødegaard. Ga je naar een live wedstrijd en ga je bijvoorbeeld Martin Ødegaard bekijken, kan het zo zijn dat je misschien denkt, hey, die linksback van Real Sociedad was ook wel bij ons. Weet je, die werkt goed samen met een Martin Ødegaard. Op het moment dat je live natuurlijk ergens bent, zie je veel meer dan alleen het programma bij het kopje video, ja, registreren. Dan gaan wij naar punt 3. Is een hele belangrijke. Dat is wel iets wat, ja, sinds een paar jaar nu natuurlijk heel erg upcoming is. En dat is data. Wij kunnen nu ook jullie laten zien met data hoe spelers worden gescout. Dit is interessante data. We kunnen helaas niet bekendmaken van welke spelers dit is. Maar op het moment dat er data verzameld wordt, kun jij bepaalde key moments van spelers aanvinken. Dus hoe meer een bepaalde balk net naar links is of naar rechts, daaruit kan jij halen hoe goed een speler in zijn omgeving is, in de dingen die hij moet doen. Hier zie je ook een andere interessante data-analyse van Vitesse. Hier zie je dus de spelers waarop wordt gezocht. Stel, wij zoeken een rechtsback. Dan zie jij links onderin de speler die het minste is. Ga je naar rechts onderin, dat is ook een spelers die niet aan alle eisen voldoen. Linksboven ook niet, maar rechtsbovenin zijn dan weer de meest interessante spelers die volledig voldoen aan jouw eisen. Op basis van dus de cijfers, zoals je het ziet, hoe hoger en hoe verder naar rechts eigenlijk de gegevens matchen, de skills die jij zoekt voor een bepaalde speler. We hebben dus net nu al 3 punten kunnen zien. Data is denk ik best wel interessant. Spelers worden gewoon heel veel op data al op een voorstadium gescout. Past die speler bij Vitesse? Is het inderdaad een speler die ze nodig hebben? Aanvallend, verdedigend, noem het maar op. Jullie hebben het net allemaal kunnen zien. Dan hebben we nog punt 4. Agenten. Dat zijn natuurlijk de spelersmakelaars van de spelers. Daar hebben we geen beelden van, helaas. Maar we kunnen wel iets over vertellen. Het is natuurlijk heel erg belangrijk als Vitesse zijnde en de afdeling scout om een goede connectie te hebben. En vooral dus met de spelersmakelaars. Want ja, jij wilt gewoon met die makelaars in contact blijven op het moment dat zij niet tevreden zijn bij een huidige club. Misschien dat ze toch inderdaad een nieuwe transfer willen. Dat ze niet tevreden zijn over de trainer die ze op dat moment hebben bij die club. Dus een goede connectie met deze agenten, de spelersmakelaars, is gewoon heel erg belangrijk. Sommige agenten, de spelersmakelaars dus, hebben heel veel spelers onder zich. En het is misschien ook wel interessant als jij dus een goede connectie met deze persoon hebt, om aan te geven waar je naar op zoek bent. Misschien dat hij dus inderdaad meerdere spelers heeft die interessant kunnen zijn voor jouw positie die je hebt, of van je club, of spelers die al met elkaar samenwerken. Het is dus goed en heel erg belangrijk om een goede connectie te hebben. We hebben nu eigenlijk al 4 hele belangrijke stappen doorlopen. Maar een van de belangrijke punten ook is archief. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Bero van Vitesse. Vitesse was al een paar jaar geleden met hem in gesprek. Vitesse kon op dat moment net niet halen, 2 jaar geleden, voor zijn stap die hij toen kon maken in de zomer naar Vitesse. Is toen naar Trabzonspor gegaan, maar Vitesse heeft hem dus wel met het kopje archief in de gaten gehouden. Wat toen daarnaast gebeurt, Bero speelde niet op een positie bij Trabzonspor waar hij wilde. Hij was daar niet tevreden en uiteindelijk heeft Vitesse door het kopje archief hem in de gaten gehouden. En later is hij toch dus via zijn agent weer in contact gekomen met Vitesse, waardoor dus deze 2 punten heel belangrijk zijn. Want die zomer daarna ging Bero alsnog van Trabzonspor naar Vitesse, omdat Vitesse hem alsnog in de gaten bleef houden en niet nadat de transfer was afgeketst niks meer van zich liet horen. We hebben nu punt 1 besproken, het budget. We hebben aanleveren spelers, de verschillende opties net besproken, maar daar komt punt 3. We hebben natuurlijk heel veel spelers aangeleverd gekregen. We hebben heel wat spelers bekeken, maar er moeten natuurlijk 1, 2 of 3 goede spelers uitkomen. En dat komt bij punt 3. Dat is beoordelen van de spelers. Dat houdt in, we gaan bekijken. En bij bekijken bedoelen we nog steeds live bekijken naar die spelers die we dus echt op het oog hebben en door middel van video. Daarnaast is het heel belangrijk dat we de data van die spelers die we hebben uitgekozen, de data, gaan vergelijken met spelers die we al momenteel hebben in de club en met de beste spelers van Nederland die in de Eredivisie spelen. Dus stel, wij hebben een nieuwe spits zijn we aan het zoeken. Dat is dus budget. Gaan we kijken wat het budget is voor die spelers die we hebben. We kregen heel wat spitsen aangeleverd. Daaruit, uit die spitsen, maken we een selectie. Die spelers gaan we beoordelen, bij punt 3 dus, met nogmaals naar hun te bekijken. En dat heeft ook mee te maken dat een speler, dit proces kan soms maanden duren, misschien wel een jaar duren. Het kan zijn dat de spelers in deze periode helemaal veranderd is bij de beoordeling. Misschien heeft hij al 20 wedstrijden slecht gespeeld, is hij geblesseerd geraakt. Totaal in vorm, of juist in vorm, dat hij dus niet meer naar Vitesse wil, omdat hij een aanbieding heeft gekregen van een andere club. Het is heel belangrijk om al deze gegevens te blijven analyseren. En uiteindelijk komen we dus bij het puntje kijken en data. Dat wordt vergeleken met spelers die dus we hebben van Vitesse
en de beste van Nederland. Uiteindelijk komt er waarschijnlijk natuurlijk één spits uiteindelijk bij Vitesse uit deze hele selectieprocedure. Maar er zijn natuurlijk ook schaduwspelers die we blijven volgen. Dat heet de schaduwlijst. Ik kan het even laten zien. Schaduwlijst noemen ze dat. Dat is dus eigenlijk het archief bij puntje 2. Spelers die wij nu hebben gescout, die eigenlijk voor ons gevoel goed zijn om bij Vitesse in de spits te spelen, worden genoteerd, worden geschaduwd over nog een periode. Op het moment dat dat toch niet de speler wordt die wij gaan nemen, kunnen ze wel dus op de schaduwlijst blijven. Eigenlijk alle stappen op dit moment al gehad en dan komen we eigenlijk bij het einde. En dat is het einde van de scouting. De scouting doet natuurlijk alleen de scouting, die maakt geen contracten rond. Dat doen zij niet. Scouten blijft scouten. Bij het laatste punt was contact. Met contact bedoelen we contact nemen met de agent. Dat is de agent van punt 2. Ze nemen contact op. Toch met die spelersmakelaar. Geef aan dat dit de speler is die Vitesse graag wil. En uiteindelijk geeft de scoutingafdeling alles door aan de technisch directeur. Die gaat het rondmaken. Dat doet de scouting dus niet. De afdeling scouting is dus adviserend. En dat heb ik net allemaal doorgenomen op dit blad. Zij zijn niet degene die het bepalen. Zij geven eigenlijk al deze informatie door aan degene die erover beslist. En dat is de technisch directeur. Yes, dames en heren. Dit was de techniek achter scouting. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd van hoe de scouting er bij Vitesse aan toe gaat. Heel veel interessante dingen denk ik gezien. De scouting is natuurlijk advies. Zij doen het voorwerk voor de technisch directeur, maar ik denk dat je er heel veel van kan leren. Deze video is mede mogelijk gemaakt door MOBA. MOBA is partner van Vitesse eSports. MOBA werkt heel veel met techniek en vind je het ook heel leuk om in de techniek te gaan werken? Kijk dan zeker even hieronder bij werkenbijmoba.nl, want MOBA zoekt nog mensen die technisch zijn aangelegd, dus ga even zeker kijken op hun website. Ja, mensen, dit was het. Ciao, ciao. Tot de volgende keer.